Voor augustus hadden we een doos vol met heel veel mooi weer, maar de kunnen we iets in zicht, maar dat is niet erg, want we lopen dan al naar eind augustus toe. Want ook deze dag was weer super mooi, veel zon. In de middag wel wat stapelwolken en temperaturen van 24 graden, zo'n beetje op heel veel plekken. Nou niet al te veel wind uit zuidwestelijke richtingen. Dat maakt alles bij elkaar weer een hele mooie dag. De foto die erin is gestuurd dan is ook uh, ja, voor de fotografenis fotogeniek weer. Een foto met uh, toch redelijk wat stapelwolken die ontstaan zijn in de middag. En ook uh, verder is wel mooi blauwe lucht erbij. Wil je ook een foto opsturen? Dan kan je naar foto at Vandaag ben we in het landvat. Bij Mechelen is dat. En het is lekker rustig hier. Echt een heel mooi plaatje, ook zo hard water in en van het landvat wat ook een beetje in de zon steekt, kun je ook mooi plaatje plaatjes schieten. En voor de mensen die nog eens een keer rond willen wandelen en die weten niet wat ze helemaal gewoon, dit is echt een unieke plek te voeren. En meer ook omdat het, het weer er ook mooi bij is. Vanavond heet het natuurlijk een beetje minder aan, maar dan wordt het duister. Dan zullen de temperaturen onder heldere hemel wel dalen naar een graad of 11 denk ik zo'n beetje, 12 misschien. Later in de nacht neemt de bewolking wel weer wat toe. En morgen op de vrijdag dan is er wat meer bewolking dan vandaag, maar de zon die komt er ook nog geregeld door. En door dus zit de temperatuur wel iets onder druk, zo rond de 23 graden zal de maximum zijn. Want zoals gezegd, hier is het mooi rondom het kasteel en dan kun je ook, uh, verschillende, van verschillende kanten bekomen en dan uh, kun je even mooi uh, bekijken hoe het uh, is. En dat zal uh, de komende dagen eventjes iets minder worden, omdat het uh, in het weekend uh, ja, de temperatuur iets onder druk staat. Zaterdag zal er misschien nog met vallen komen we nog net door de 20 graden heen, maar het, uh, het valt een beetje tegen qua weerbeeld, want er is vrij veel bewolking en vooral in de ochtend en begin van de middag kan er af en toe wat lichte regen vallen. Geen grote hoeveelheden. Want ik ben de hele week de neerslag al een beetje aan het bestellen en ik denk dat het daar toch maximaal 2 mm zal zijn. Maar even afwachten hoe dat uit zal pakken. Zondag dan zit we achter het front wat regenbrecht op de zaterdag en dan is het een beetje kuler met 18 graden als maximum temperatuur. Maar zondag komt de zon er wel weer wat vaker bij. En de wind in het weekend ja, is meest westen zuidwest en over het algemeen matig. Dus minimaal windkracht 3. Maar na het weekend komt we alles weer goed. Dan gaat de temperatuur toch weer langzaam omhoog. En of dat helemaal doorzetten in september, dat is nog eventjes afwachten. Maar de eerste dagen van september die gaat gewoon op de wieter. zoals bijna ook augustus geëindigd is. Goed gewoon.